Hi. Leuk dat je kijkt. Het is vandaag 5 januari. Ja. En we gaan vandaag. Ja, dat wist je niet. We gaan vandaag mijn uitzet uitzoeken. Oh. Als je ze draait. Hier is mijn bureau. Er staan allemaal dozen. Ik heb ook nog heel veel van onze uitzet bij mij thuis. Ja. En dus die dingen hoeven we ook niet 2 keer te hebben. Nee, want dat is leuk dat je dat zegt. Dat hebben we allemaal toen, want dat hebben we al uitgezocht, wat bij Daniel thuis hebben in dit mooie schriftje geschreven wat Daniel allemaal al heeft. Dus dat is wat dat Daniel is mijn stash. Al heeft. Dat is dus mijn wijnglazen en er staan nog wat andere dingen tussen. En dan gaan we dus nu mijn dingen ook bij schrijven. Ik heb ook de spullen van onder mijn bed er vandaan gehaald en dit is eigenlijk wat het allemaal is. Dus is ook nog hierachter. Er staat dus ook nog van alles. Ja, het staat echt helemaal vol. Heel veel dingen ook van vroeger. Jeugd, sentiment, dingetjes en zo. Maar ik ga alles uitzoeken. Of we gaan alles uitzoeken. Categoriseren. Zeg ik het goed? En dit is Daniels favoriete ding van onze hele uitzet, denk ik. Maar we gaan nu dus alles eruit halen. Denk ik dat dat even het handigste is. Per categorie neerleggen. Dus servies, keuken. Ik heb ook een aantal kerstdingen. Decoratiedingen. Dat we alles even per categorie neerleggen. Zodat we goed kunnen kijken wat we waarvan hebben. En zo. Toch? Ja. Dus let's go. Alle dozen zijn uitgepakt en dit is de decoratie. Hier liggen iets van glazen of zo en pannen. Hier zit Daniel met van alles op zijn schoot. Zijn overige keukendingen, bakdingen en nog overige dingen. En hier kerstspullen. Wat dingen die we nu al weg doen en washandjes. En nu, wat gaan we nu doen? We gaan nu alles sorteren en opschrijven, denk ik, wat we al hebben. Ja. Dit zijn al onze bakspullen. We hebben een cupcake standaard. Heel veel vormpjes voor ijsblokjes en chocolaatjes. Een eibakker, cupcake vormpjes, koekjes vormpjes. En nog bakblikken, siliconen bakblikken en gewone. En nog een spuiter voor poffertjes. Dus bakspullen hebben we in ieder geval genoeg. Daniel heeft ook nog een aantal dingen, dus check, check, check. En nu gaat Daniel het allemaal noteren. Dit zijn onze pannen, een poffertjespan, een koekenpan, een, ja wat is dit, hapjespan of zo, en een wok. En dan onze bestek, we hebben 2 besteksetten van Sola, supergoed merk schijnt. Dan hebben we een spaghetti tang en een, ja allemaal mesjes en dingetjes en ik ga het niet allemaal opnoemen. We hebben dus ook al best wel veel van deze, zelfs 2 keer, waarom weet ik ook niet. En kennelijk is ook alles rood, omdat ik dat toen niet erg leuk vond. Dus. Oh, we hebben ook 2 blikopeners. Nou, is misschien nog handig. En heel veel houten lepels vind ik altijd super handig om mee te koken. Dus. En een prikkertje voor poffertjes. Nee. Nou ja, super fijn dat alles rood is ook. Echt leuk. Dit zijn onze snijplanken. Een grote, 2 kleine en natuurlijk de rookworst snijplank die super vet is. Leuk hè, lieverd? De rookworst snijplank. Dus de snijplanken. Dan komen we bij de overige keukentroep, zoals wij dat noemen. Wat potten en zout, peperzout. Ja, allemaal random dingen eigenlijk. Mooi, prachtig, leuk. Vergiet, deze vind ik wel echt super leuk. Jij ook? Ja, super leuk. Mijn lievelingsitem. En nog heel veel van die thee dingetjes. Ik vind deze heel mooi. Die past dan ook wel weer leuk bij deze of zo, vind ik. En nog onderzetters, een beetje zulke soort dingen. Wacht even hoor. Oreo koekblik, daar was ik gebleven. Hartelijk gefeliciteerd, slinger. Moet ik daar ook nog iets mee? Hoe heet dat? Nee. Oh. Leuk. Die. Die. Moet ik daar nog iets mee? Ja, maar hoe heet het? Een tap. Een limonadetap. En een kruidenwijzer. Noem eens, een lekker stukje vlees. Kip, wat kunnen we daarbij doen? Majoraan, salie of venkelzout? Majoraan? Kruidenwijzer. Die hoef je niet meer te kopen, lieverd. Nee, die was ik ook niet van plan.
En dan komen we denk ik aan bij alle glazen en serviesdingen, denk ik. We hebben 2 theepotten. Ja, ja, vraag me niet waarom. Houden we ze allebei? Misschien voor het begin leuk. Dit is een kleintje, die is wel leuk als Julia op bezoek komt. Hele mooie toetjesbakjes. Een warm houtplaatje voor deze. Wacht even hoor. En... zal ik servies opschrijven? 4 bakjes, die vind ik echt super schattig trouwens. Zijn van de... Hema? Ja, Hema. Aardewerk. Aardewerk? Hebben we al aan aardewerk. 2 grote toetjesbakjes. Do you have that? 2 theepotten. Veel al, hè? Ja, 2 theepotten. Nou, gaan we straks verder met het servies. Oh ja, oh, dit wordt mijn. Ik vind dit wel echt heel mooi trouwens. Oh, niet! Is die stuk? Ja! Oh, nou, ik kom zo beter zien. Oh, dat is wel zonde, dat is wel jammer. Nou ja. Ga je me dan elke ochtend cappuccino brengen? Nee, zeer zeker niet. Maar ga je daar cappuccino in doen? Dat is meer een latte macchiato. Latte macchiato! Dit zijn onze warme drankdingen. Grote koffiekoppen. Kleine koffiekoppen. En dit is allemaal van Babette. Ik weet niet of je dat kent. Babette vond ik heel erg leuk. Ik vind het nog steeds heel erg mooi eigenlijk. Alleen als ik het nu zou mogen kiezen, had ik misschien iets anders gekozen. Maar dat maakt niet uit. Een peper, zout, melk en suikerkannetje daarvan. Nog 2 grote mokken. Zeg maar dezelfde als die met een ander plaatje. Die koe. Die koe is leuk, maar ik vind eigenlijk het hertje het allerleukst. Ja. Dus die is wel heel schattig. Niet per se heel volwassen, maar goed, dat ben ik ook niet per se. Deze. 1 grote vind ik wel heel erg leuk. En dan nog wat random kopjes, koffiekopjes. En hier theekopjes. Oh, die hoort nog hierbij. Dit zijn eigenlijk de random koffiekopjes nog. En de random theeglazen en dingetjes. Ja. Oh ja, en nog 2 chocolademelkdingen. Dat zijn van die dingen. Houden we dit allemaal dan? Ja, ik denk het wel. Dat zijn van die dingen als je een extra koffiekopje is nooit verkeerd, zeg ja. Maar. True. Dus ja, dit houden we allemaal. 10 grote koffiemokken. Mokken. Het is gewoon een mok. Dit zijn onze koude drankglazen. Rode wijn, witte wijn, iets anders, champagne, bier, cocktail. Andere mokken en glazen en dingen. Vet veel. Veel, hè, lieverd? Kijk jongens, we hebben hier 1 doos, 2 doos en we hebben een 3e doos. En dan hebben we voor de keuken zijn we eigenlijk klaar. Ja, dat is een theeglas voor jou. Ja! Nou, we zijn inmiddels klaar. Het is al donker. We hebben alles uitgezocht, opnieuw in de doos gedaan. Goed bepakt, zodat het niet, hopelijk niet kapot kan. En ja... We hebben een hele berg gemaakt. Je ziet daar de pannen ook staan. We hebben 1 kerstdoos en 3 huishouddozen en een hele grote berg met troep. Ja. En een aantal van die Vivo glazen. Dus dit staat nu tijdelijk even onder mijn bureau. Het gaat binnenkort naar zolder, want dit is natuurlijk niet handig als die hier staat. Dus het gaat naar zolder totdat we echt het huis, of dat ik echt het huis uit ga. En dat we echt samen gaan wonen. Ja, dus voor nu even zo. We hebben trouwens ook nog een hele vuilniszak weggedaan. Wow! Dus ook heel veel spullen die dan toch, die we lelijk vonden. Ja. Of die we dachten hebben we toch niet nodig. En ik had ook nog een keer mijn kamer opgeruimd. Zit er nog wat dingetjes bij. Dus het gaat allemaal naar de kringloop. Dus we zijn goed geslaagd. Ik hoop eigenlijk ook dat jullie dit leuk vinden om te zien. Want het is iets wat ik normaal niet doe natuurlijk. Dus ik ben benieuwd. Laat maar weten wat je ervan vindt. En als je nog niet geabonneerd bent, kan je dat natuurlijk doen. De volgende keer in de Girl in the White Dress aflevering op YouTube ga ik misschien wel al beginnen met de jurk. Leuk! Dus vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Doe een duimpje omhoog en dan zien we elkaar de volgende keer. Doei! Doeg.